Nu hebben we vandaag een echte turnwedstrijd met echte pakjes, echte toestellen en een echte jury. 1, 2, 3. Kijk eens jongens, wat een souplesse. Ik val tussendoor. Yo, what up? Een hele goede morgen jongens en meisjes, dames en heren en welkom vanuit Gym XL. En ongeveer een week of twee geleden heb ik met jullie de afspraak gemaakt dat wij een keer een echte turn challenge, een daadwerkelijk echt gewoon een turnwedstrijd ging houden met het hele zooitje omgeregeld om te strijden voor wie daadwerkelijk de beste turner is onder ons. Nu hebben we vandaag een echte turnwedstrijd met echte pakjes, echte toestellen en een echte jury. Alle vijf onderdelen doen die je normaal volgens mij bij turnen ook doet. Engelbert heeft dat allemaal een beetje geregeld, want ik heb geen idee van turnen. En we gaan dit tegen elkaar strijden. In totaal dus vijf rondes waar vijf verliezers kunnen zijn. Wij werken niet met winnaars, we werken alleen maar met verliezers. Elke keer als je het slechtste hebt gedaan, dan heb jij verloren. Dan moet je rollen met een dobbelsteen. En die dobbelsteen staat een cijfer. Een cijfer van 1 tot 6. Bij elk cijfer hebben wij een straf. Nu hebben we één vrijkaart, dat is de 5. En wij hebben één lekker iets. Nu is het alleen zo dat de 5 niet op de dobbelsteen staat. Maar dat weten de jongens nog niet. Dames, kom er maar bij. Lars, dit is jouw plek. Timo, dit is jouw plek. Het is mijn eigen merchandise, dus het valt allemaal mee. Tim, dat is jouw plek. Nees, dit is jouw plek. En dit is mijn plek. Helaas heeft één iemand de turnpakjes voor ons verpest. Dat was Lars. Er is nou nergens een XL turnpak te koop. XL boas merchandise. Jawel, shirt is XL, broek pas L. 3, 2, 1, go! Zo, we zijn omgekleed en we zijn er klaar voor. De jury zit al klaar en wij gaan beginnen. En we doen het op Olympisch volgorde. En Olympisch volgorde houdt in dat wij beginnen op de vloer. Voor deze opdracht is de vrij oefening, de rest is vast. Maar dit is even om op te warmen, mag je vrij oefening. Nou, de vloer mag je allemaal je eigen opdracht. Hey, hier kunnen jullie wel wat, dus je hebt, er zit geen tijdlimiet aan. Hier mag je laten zien wat je kunt. Zijn jullie klaar voor? Ja? Naar voren kijken, jongens. Nou, dit ziet er heel mooi uit. 1, 2, 3. Kijk eens, jongens. Wat een souplesse. Een paar eisen waar deze vijf mannen aan voldoen. Ze moeten binnen de witte lijntjes blijven. Ze moeten iets voorover doen. Dus ze moeten flips voorover. En er moeten flips achterover. En er moet een krachtonderdeel en een lenigheidsonderdeel in zitten. Heb jij al een idee? Ja, ja. Ik heb geen idee. Ja, beginnen we met een knaller, of niet? Ja, of een beetje subtiel beginnen. Er mag geen vuurwerk binnen hier. Het begint zo. Dan begint het. Meer zijn glad. Ik denk dat ik mijn plan ga vertellen. Doei. Ik heb hun nog niet heel erg verteld dat er straffen aan zitten. Stap erin. Ja, jij hebt op turnen gezeten. Oh nee. Grapje. Oh. Nou, hé jongens, even applaus. Hij was wel netjes gewoon allemaal. Netjes, tevreden jongen. Oké, het eerste jurylid geeft het cijfer 8,5. Netjes hoor. En het tweede jurylid heeft ook een 8,5 gegeven. 2 8,5 jongen. Nu is Timo aan de beurt. Oké, ja. Die had je van Tim gestolen. Oké, een mooie salto voorover. Hij gaat nog verder. En de cijfers, 6,5 en een 7. Ik had hem iets hoger verwacht eigenlijk. Wel iets, maar ik had die ene minder. Ja, je landing af en toe een beetje. Oké, okay, je staat op een goede tweede plek. Een goede tweede plek. De volgende contestant is Mees. Je mag oh ja, ik was even nog inspiratie aan het zoeken, maar... Ja, je mag.
Oh. Wauw. Lekker mee. Zo, beker bijna er vanaf. Nou, netjes, Mees. Goed gedaan. 9,5 en een 9. Dan ben ik nu. Ben je zenuwachtig, Boas? Dit is een eentje over. Ik stop ermee. Dankjewel. Alle dingen die ik maak. Applaus. 6,5 en een 6. Wow, yes! Ik heb nog steeds een voldoende. Nice. De laatste deelnemer heeft zijn broek hoog opgetrokken. Dit wordt pure improvisatie. Dat hebben we allemaal. Ja. Woe! Hey, je landde zoveel, daardoor heb je nu gewonnen, denk ik. Ja! Yeah. Voor de jury originaliteit, hè? Wat beloond, toch? Ja, hè? En geen val. Hey, had ik ook niet. 7-7! Lekker hoor! En jongens. Nu ga ik jullie even nog een deel uitleggen wat ik jullie nog niet heb verteld, waar ik nu zelf de lul ben. Bij elk onderdeel is één verliezer. Bij de verliezer hoort een straf. We hebben daar op tafel 5 dingen liggen en 1 vrijkaart. Nu elke keer als je verliest, als je echt de laatste bent, moet je dobbelen, moet je een van die straffen doen. En nu ben ik dat zelf. Dus voor deze ronde zijn jullie nog veilig. Maar jullie weten, er komen nog 4 rondes aan. Een hapui met je hand in 1 muizenval. Een goede paar slokken van dit. Deze op je knokkels, de vrijkaart en soms heb je wat lekkers. Gooi hem over die gasten heen. Ja. En 2 wakker. Ja. 4. Au, oh, ah, fuck. Ja. Ja. Maar je hoorde me, man. Au, ja, au, fuck. Werkt het dan wel? Dit betekent dat de eerste ronde voorbij is. Deel 2 van de turn challenge is... Sprong. Dat is daarachter. Je moet met je handen op dat ding, anders is je sprong ongeldig. Heb je een 0. Timo, waarom sta je helemaal hier? Ja, oh, die laatste hebben we niet gezien. Goed gedaan, je bleef staan, dat is altijd mooi. Ik had een beetje overrotatie. Overrotatie. Ik had net iets te weinig. Maar dat is iets onderrotatie. Ik vond dat je een hele goede zweeffase had. Ja, dat... Een tweede zweeffase, ik kwam er mooi hoog en ver af. Ja, dat vond ik ook. Ik ook, mooie landing. Ja. En op 2 stappen. Hoe kan je hier even over? Ik denk dat er dat je net iets hoger komt dan Timo. Denk ik. Nou, niet echt. Hoe kan Timo dit winnen? Sorry. Oh, je had een 8. Oh. Ja, het is een juryspot. En zeg nou zelf. 2 corrupte juryleden. Nee, corrupter dan toppers. Dit bestaat niet. Het zijn toppers. Oh ja. Ik snap het met je eigen pupil wel. Ja, tuurlijk. Ja. Oh! Wat een landing! Mooie, Boas. Oh, voel en gewoon gestikt. Ja, en moeilijkheid. Kijk, elke sprong heeft een bepaalde waardering. Mm-hmm. De sprong die Boas nu net gedaan heeft, heeft een hogere waardering. Dus de uitgangswaarde is hoger dan die van de vorige 2 springers. 7,5 en een 8,5. Oh, je staat vooraan. Ik sta wel vooraan. Lars krijgt oké. Okay. En dan gaat hij. Oh. Wel heel dicht bij de mat nu. Oh! 8. En een 8. 8 gemiddeld. Lekker, Larsie. Ik had 8,5, 7,5 en je hebt een 8,8. Ja, nee.
Tim kan nu het verschil maken. Helaas, niet geland. 7,5 en een 6,5. Ja, dat had ik wel verwacht. Ja, helaas. De verliezer is duidelijk. Tim gaat gewoon nog één keer proberen voor de lol. Om gewoon te laten zien dat hij misschien wel kan. Wow! Hoi, joh! Dit betekent helaas wel dat jij de dobbelsteen mag gaan pakken. En dat jij een rondje mag gaan rollen. Op zich, de kans dat ik iets kuts pak, valt mee, vind ik. Het is een beetje half-half. Ja. Oké, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Twee! Oh, dat is de muizenval! Ja. Kijk, wat een bikkel, onverschrokken! Wat is ronde drie, opa? We gaan naar de zo, ringen. Je bent nog steeds in je puberteit dat je voice cracks hebt. We gaan naar de ringen! We gaan via het platformpje zometeen omhoog. Dan springen ze op naar steun, houden ze stil. Dan moeten ze een hoeksteuntje aangeven. Achterover draaien, komen ze weer tot hang. Uitzwaai, drie keer zwaai, saltootje af. Dat gaan we doen. Top. En de beginner is Mees. In de hoeksteun, netjes. Achterover. En dan terugtrekken. En dan drie keer zwaaien, saltootje. 1, 2. En saltootje af. Mooi, Mees. Wow, nette stik hoor. Mees, de scores zijn binnen. Oh, dit valt me eigenlijk tegen. Ik had verwacht dat jij wel een 8 zou krijgen. Ik zag dit en ik dacht, wij kunnen dit nooit beter. Maar dat hij maar een 6 en 6,5 krijgt. Dan moet het beter kunnen, man. Nou. Oh, rustig. Ja. Uithangen naar beneden. Klopt. Wow. Hey. 1. En. Oh, mooi stick. De score voor mij. Heren, dat begin was veel beter. Mm-hmm. Ja. De hoekste was goed en het doorzakken was ook iets dieper. De grootste van ons allemaal. De sexyste van ons allemaal. Primo van ons allemaal. Nou, ik zie hem toch aardig uit, zeker die dop. Maar hij doet het wel. Je moet maar zo zien, hij doet het wel. Hey, Pikkie, ga maar. Oh, nee. Mooi. Oh. Oeh, wel een beetje kort. Je hebt ook bungelen. Ja, je hing daar. Kut. We wachten de scores eventjes af. Dit wordt heel spannend. Wat verwacht je zelf? Ja, iets van een 3 of zo. Maar dan kom je aardig in de buurt. 4 en een 5. Haha, oh, wat ben jij slim dan? Krijg jij meer geld dan ik vandaag? Oh, netjes, netjes. Oh! Oh. Oeh, kijk eens! Jeetje, Tim. Zo. Oh. Nee. Ja, als je had gestikt, was het een 10. Ik denk wel 8,5 of hoog. Zo niet. 8,5? En een 8,5. Ja, jij hebt je schouderprobleempje, hè? Ja, dus links kan is goed, maar die staat wel scheef. Maar dat maakt niet uit. Kijken we doorheen. Ja, jury is er klaar voor. Timo. Oh. Met netjes, netjes. Gaat naar achter en hij zakt af. En we gaan weer terug omhoog. En we doen een zwaai. Zwaai. Oh! Oh! Hij staat! Hij was sick, hè? Lekker. Jammer, want zwaaien. Ja. Dat was super, super netjes. Nou, lekker, Timo. Hier is een winnaar uitgebleken en de winnaar loopt al heel mans naar de straffen toe. Ik zou je vertellen. De laagste cijfer een winnaar noemen. Ja. Deze grapjes. De winnaar van de dobbelsteen. Oh ja. Deze straffen zijn goed, die grappen. Straffen. Deze artje is best vervelend. Oké, dus als jij deze krijgt, doe je ze alle drie tegelijk. Eat the gimma. Oké. Okay. Eat the gimma. Oh, Tim. Oh, dat deed je precies op mijn nagel. Ja, dat is wel leuk. Goed gelijk. En wat gaat hij doen? Eén. Je mag een hap van een ui. Vanavond met Nicole. Ja. Ga je van huilen, is leuk. Daar ben ik dus allergisch voor. Oprecht? Ja, dat is serieus zo. Kijk, hoe kom je er nu achter dat die rood is? Dat zag ik niet gekeken toch, pannenkoek? Nee, ik serieus. Dan ga ik echt helemaal aan de kots en de scheiterij. Dat is wel heel gaaf. Dat wel ja, heel maar gaaf. Dat is echt kut. Dat is serieus. Dan ja, ben ik echt okay. En ik moet een straf krijgen. Dus 5 en 6 ja, sorry, het spijt dus me. Dus 2, 3 of 4. Ik zie dat dat ding rood is. Ja, maar... Oké. En dan leg ze mijn rode uien en kleuren erin.
2. Ja, hele hand. Ja, hele hand. In één keer, alle drie. Niks, man. Alle drie. Kijk dan, wat een bikkel. Het volgende onderdeel is de brug, heet het toch? En we hebben allemaal dezelfde opdracht die we moeten doen. En dat is... Nee, geen fliffes, geen water. Dat is dit. Ja, we beginnen met drie keer zwaaien. 1, 2, 3. Spreid zit. Terug. Spreid zit. Dan tillen we hoeksteun. Hoeksteun. Terug. Dan kan je hem naar hier. Dan gaat hij naar de schouderstand toe. Ja. Ah, oké. En... Heel rustig. Oké. 1. Oh, kut, hoeksteen, sorry. Ja, mooi. Nice. Oké, okay, mijn punten. 7,5. Oh, en 7,5. Nog best oké. Okay. Is netjes. Oh, Lars neemt de hoge brug. Bye. Zit. Lars kijkt zo boos. Ik val er tussendoor. Ja, oké. Okay. Oké, okay, goed hoor. Toch? Ik val helemaal op die brug blijven zitten. We zijn allemaal kampioen. Je zegt ook heel eens, ik val er tussendoor. En een seconde later, wat? Ik zie ze met heel veel plezier hun punten uitzoeken. Zo, goede rode streep. Oh. Het was beter dan met andere dingen. Ja, een 5 en een 5,5. Oh, kijk deze hoor. Kijk even de ruimte. Oh, dit gaat pijn doen aan je benen om nu verspreid te landen. Oh. Oh, net, netjes, netjes. Oh, Tim. Oh, Tim. Oh. Eigenlijk nog even afsprong. Wat een lul ben jij, zeg. Volgens mij heb ik een blauwe plek ook. Oei, joh. Ik denk dat je een beetje op hetzelfde niveau zit als Lars. Ja, ja, ik vond jouw afsprong iets minder spectaculair. Ik vond die van Lars. Ja, de afsprong mooier. Oh, ik had eigenlijk een mooiere afsprong moeten doen. Oh, ja. Kijk! Een 9 en een 9. Het hoogste vandaag gehaald, Tim. Daar ben ik blij mee. Top, dank jullie wel. Timo, het is jouw beurt. Klaar voor? Ja, netjes, netjes. Timo, jij doet ook in plaats van dat je dit doet, doe je dit of dat. Ja, de brug zit dan in de weg. Ja, de brug. Ja, maar dit is wel hulp van de trainer. Je hebt 9,5, Timo! Yes. En hier 2 5,5's. Zwaai. Poek. Zo. Ah, ja, ja, ja. Kijk, kijk. Oh. 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 Juist. 8,5 mee, het eerste cijfer. En een 8. Let's go. Oké, okay, we staan weer bij de straffen. Nu is eigenlijk 1 een beetje, ja. Ja, sorry. Het spijt me. Ja, 1 die valt even af. Oké. Okay. 3. Oh. Nou, hoef je niet te atten. Wat het je sap. Hoeveel moet ik? De helft. Ja. Is het echt zo? Van wortels. Okay. Je houdt niet van wortels, hè? Van wortels en niet van ui. Maar het is wel gezond. De broeken. Dus, ja, dit is wel de helft. Kijk dan. Is lekker. Compliment. En dat betekent dat we naar het allerlaatste onderdeel gaan en dat is rek. Ik wil even één ding zeggen. Kunnen we ons alsjeblieft allemaal beseffen dat Timo nog geen één keer heeft verloren? Ja! Dat is toch bizar? Ja, lekker. Ja, ja, maar hij had 63 euro betaald. Oh ja. Je gaat hangen aan de stok, dan ga je 2 of 3 keer zwaaien. Dan doe je een kiep tot steun. Vanuit de steun opzwaai, buikdraai achterover. Van daaruit weer naar de zwaai. En dan is het een vrije afsprong. Oké, okay, Lars, gewoon een koprol. Gewoon koppelt. Ja, en zwaaien. Achterover. Jongens, jullie lullen allemaal, want we hebben oefening. Zo, zij maar. Achterover. Mijn oefening, ja. Best wel. Ik doe
doe mijn, ik doe wat ik kan en dat doen we. Dat lijkt me verstandig. Hij zit met zijn piemel vast. Hang aan je tenen, Las. Oh, wat was dat? Een scheet. Nee, echt. Maar je hebt toch een afko wel? Jongens, ik kan niks als jullie zo aan het lachen zijn. Dat snap je wel. Ik ben het helemaal met je eens. Je mag nog een keer. Nee. Je mag nog een keer als je wil, maar... Wacht er even met dit cijfer. Ja. Dat ben ik. Tim en Tigran. Uitzwaar! Oh nee! Netjes. Oh! Oh, mooi hoog uitzwaar! Zo! Let's go! Dat was zeker niet mijn beste, jongens. Een 8 en een 7,5. Gefeliciteerd. Nou, hartstikke bedankt. Timo? Ben ik nu? Of Mees? Timo. Ben je er klaar voor, Timo? Even op de billetjes. Zo. Rondom. Netjes, netjes. Oh, oh. Hij doet het! Hij doet het gewoon! Wat denk je dat je krijgt? Ik denk dat het een 9 zijn. Nee, een 7. Als tweede cijfer. Heb jij hem ook omgekocht? Lager. Een 6. Lager. Een 8! Yes! 6 en een 8. Wat is dat samen? Wat is het gemiddeld? Nee, nee. Het klinkt alsof hij heel veel grip heeft. Hij kraakt hem. Oh, mooi meis. Oh, hij doet het! Hoppa! Een 8 en een 9. 8,5. Ja, Timo deed het. Netjes gedaan. Ik wil dit ook proberen. Ja. Nice. Ja, ja. Ah! Was originaliteit, hè? Originaliteit. Oh, mooi. Alleen mijn voet gleed weg. Een 6 en een 7. Dan hangt het nu van Lars af, toch? We moeten even overleggen met z'n twee. Over Lars te scoren. Ja, okay. Hij had ergens een bonus. Ik vind het feit dat hij eraan gaat hangen, vind ik al een 7. Timo en ik staan nu allebei laatste samen. We hebben allebei een 6 en een 7 gehad. Ik moet wel zeggen dat ik mijn afsalte iets moeilijker vond, maar ik ga de buik draaien, dus daarom staan we heel gelijk. Nu is de score een beetje bepaald door Lars. Want Lars die hing eraan. Ik had een act. Het hangt erom, snap je? Want ja, maar jij hangt niet. Nee, maar je bent nu dus gewoon mijn act aan het afpakken. En dat is... kijk maar. Wat zijn de scores? 7. Nou, officieel gezien, als jij een nieuw element in turnen doet, dan krijg je bonus. Ik krijg het je eigen. En dat wafel hangen, dat vond ik eigenlijk wel bonus zetten. De Peterson. Ja. Kijk eens! Hoppa. Lekker Lars! Ja, dat is een nieuw element, dus doe je mee in een turnwedstrijd. Film het! Yes! Mooi! We gaan allebei een dobbelsteen rollen. Ja. Dit is de laatste keer, dit was de laatste ronde. Wat zei je nou met een tientje in je hand trouwens? Hou ik zelf. Timo? Timo, ik had echt voor je gehoopt. Gooi je maar. 4! De elektrische schokker. Maar die heb ik al gehad. Vijf vingers zo. Ta! Nee, nee, eigenlijk is 1, maar. Doe ja? 2. Ja. Maar ja. Doe hem aan! Ik wil even kijken of die deelt van mijn pijn deed zonder dat ik hem aan had. Nu durf ik niet. Ah! Maar Rico was. Laatste. Nee, moet meteen... Oh, sorry. Ik heb 4, oh, dezelfde! Auw, oh! Auw, oh! Auw, oh, ik sloeg nu zo hard dat hij niet volgde. Nee. We hebben alle challenges voltooid. De totale verliezer is, ben ik bang, Lars. Nou, dat weet ik niet, want jij hebt 2 keer verloren. Ik en Lars heeft ook. Jij had net eigenlijk verloren, Lars. Nee, helemaal niet. Nee, maar nee, nee, ik heb. Dat is eerlijk. Nu wil ik jullie nog één ding vertellen. We hadden een hele mooie vrijkaart op 5. Helaas heeft deze dobbelsteen 2 4'en, ben ik achter. Je had helemaal... Dus er was nooit een 5. Oh, wat leuk! Stom weer. Hey, dat was zijn idee! Oprecht, tussen deze twee jongens spant het denk ik voor wie het beste is. Timo, niet jij. Ga weg. Ik had bijna deze hele challenge gewonnen. Oh, jury, wie vinden jullie dat het beste heeft gepresteerd vandaag?
het feit wel dat jullie een corrupte trainer. Ja, dat is wel hoor. Ja, maar dit is al heel wat. Die heeft mij op het laatste moment omgekocht. Hoe kom je erbij dat ik corrupt ben? Dat vind ik zo'n flauwekul dat jij denkt dat ik corrupt ben. Nou, echt, ik zal je vertellen. Geen idee waar je dat al vandaan haalt. Ik zal je vertellen. Ja? Ik heb echt geen idee waar jij dan vandaan haalt dat ik corrupt ben. Ja, ik vind dat zo'n flauwekul, joh. Ik ook. Ik heb het jou vaker gezegd. Doe dat nou niet. Ja, nee, dat moet ook niet. En dan kom je er alsnog mee. En ik heb ze ook nog van een andere kleur, dus nee, dat vind ik echt flauwekul. Oh, wacht even, ik heb ook een borstzakje. Wie heeft er gewonnen? Tim. Maar, dan moet ik zeggen, kijk, ik heb vroeger geturnd. Mees nog nooit, dus wat dat betreft... Maar hij is wel half meisje. Dat zegt niets. Oh nee, dat oh nee, turn is ook voor mannen, laat maar. Als we kijken naar Brug, dan heb jij inderdaad wel voor een iemand die nooit heeft geturnd. Ja, toch. Qua zwaaien en dat soort dingen. Ja. Ja, dus gezamenlijke winnaar, de amateurwinnaar en de al iets gedaan winnaar. Woo! Woo! En alle pakjes die de mannen aan hebben en die ik zelf ook aan heb, komen volgende week online op de webshop. Dus hou mijn Instagram goed in de gaten, hou mijn YouTube goed in de gaten. En dan kan jij dit vette pakje ook weten te bemachtigen. Als je dit nou leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En laat even hier beneden weten welke sport wij de volgende keer tegen elkaar moeten doen. Voor nu was het turn. We hebben freerun natuurlijk al heel vaak gedaan. Maar we moeten met z'n allen gaan paardrijden. We moeten met z'n allen gaan hockeyen. Laat het maar hier beneden weten. En dan zeg ik voor nu, doe een duimpje omhoog. Subscribe hier beneden. En dan zie ik je morgen om 2 uur bij een nieuwe video. Later. Yes. Columbia, dit is... Het is toch met seksdingen? Nee, dat is zo'n halve paddenstoel. Zit niet heel lekker.